Hallo allemaal, hier een filmpje van boer Mark vanuit de loods hier op het stadsboerderij in Prezenkaaf. Wij merken dat heel veel bezoekers eigenlijk niet weten wat nou het verschil is tussen hooi en stro. Dus dat wil ik graag even uitleggen. Hooi is gedroogd gras, wat we van onze eigen weilanden halen. Dat wordt als voer gebruikt voor onze schapen, geiten, konijntjes. En stro daarentegen komt van de tarwe, wat overblijft na het dorsen, waar ik dus hier op sta. En dat gebruiken we, of gebruiken de dieren om op te slapen. De koeien in de potstal, de varkens waar we net waren, daar wordt stro eigenlijk voor gebruikt.